Allereerst op de fiets. I want to ride my Wij zijn touroperator en wij organiseren individuele fietsreizen in Azië. Wij hebben inmiddels een routenetwerk van bijna 40 routes verspreid over 12 landen. Azië heeft natuurlijk in de meeste bestemmingen een warm tropisch klimaat. Dus dat is goed, lekker voor het lichaam, voor de spieren om te ontspannen. Fietsen is gezond, dat is natuurlijk algemeen bekend. Het is zowel voor je lichaam, maar ook voor je geest gezond. Je bent onderweg, je hebt geen haast, je hebt geen stress. Je komt actief tot rust. De meeste mensen gaan 3 tot 4 weken op reis, maar er zijn ook mensen die maanden op reis gaan. Zelfs mensen die een jaar op reis gaan. En hier hebben we 2 reizigers die fietsen door Thailand en Laos. Dat geeft een gevoel van prestatie. Hè? Je bent onderweg, dus je bent actief bezig. Dus dat geeft je lichaam lichamelijk een goed gevoel. Die routes worden uitgebracht in fietsrouteboekjes. En het fietsrouteboekje is dus je leidraad van je reis. Wij regelen alleen het nodige. Het is zo fantastisch om door dat landschap te fietsen en de contacten die je legt. En te genieten van de rust. En tegelijkertijd dus actief bezig te zijn. Dus mocht je eens op een andere manier willen ontspannen, denk dan eens aan een fietsvakantie ver weg van huis.